Melkweg Award, de prijs voor Rotterdamse initiatieven. Wie verdient volgens jou dit jaar de felbegeerde publieksprijs? Vandaag kijken we naar de kandidaten uit de categorie voor de kunst. Kijk mee, stem mee, doe mee en steun je favoriet voor de Aardig Onderweg Award 2013. Aardig Onderweg! Vandaag gaat onze ambassadeur Gerard Meijer op stap met Lottie en haar project Stichting Brugwachtershuisje. Bezoekt Sjoerd Plezier Studio De Bakkerij. En praat Marianne Mudder met Winnie over Stichting Lodewijk. Vanuit de Stamkroeg in Rotterdam zijn hier uw ambassadeurs. Goed, mensen, de kunst. We gaan de categorie kunst gaan we doen. Nou, ben ik zelf geweest in de bakkerij. Zeggen, wat heeft een bakkerij met kunst te maken? Nou, alles. Maar, nee, dat zeg je niks. Nee, nog niet, maar dat komt er wel. Een grandioos project, allemaal op stemmen. Bakkerij. Ik ben dus goed, geweest, bent ook ergens geweest. Stichting Lodewijk. Stichting Lodewijk. Lodewijk de 14e, van oudsher een Franse stichting, neem ik aan. Nee, Stichting Lodewijk is vernoemd naar de man van de vrouw die dit begonnen is. Het is eigenlijk ter nagedachtenis van haar man. Maar vandaar. Nou, laten we even gaan kijken dan. Lieve Winnie, wij willen jou even bedanken voor al je inzet en alle mooie concerten die je voor ons organiseert. Want de mensen kunnen niet meer allemaal naar de doelen en naar het theater. En jij zorgt dan toch maar weer dat het elke keer voor elkaar komt. Hallo. Hi, hi. Goedemorgen, Peter Paul. Marianne. Hoi, we moeten die kant op. Okay. We gaan naar mijn moeder. Ja? Want mijn moeder is een van de aanjagers van Stichting Lodewijk. Ja. En we gaan met haar naar een concert in Capelle. Daar hebben we maandelijks een concert. En daar vinden ze het leuk om haar ook speciaal voor nu ook onder andere extra even in het zonnetje te zetten. Okay. Dus dat gaan we doen. En dat verdient ze. Winnie organiseert met Stichting Lodewijk meer dan 60 concerten per jaar. Zij benadert muzikanten in opleiding om te spelen in zorginstellingen en ziekenhuizen. Stichting Lodewijk, wat heb jij daarmee te maken? Ik heb het samen met mijn moeder opgericht. En ik heb mijn werkzaamheden een beetje op een laag pitje gezet. Maar mijn moeder is still going strong. Hè? En zij doet heel goed werk met de stichting. Want jij hebt haar opgegeven? Ja, precies om die reden. Omdat ik vind dat ze heel veel goed doet met de stichting. En ze weet precies mensen te binden om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. De stichting is vernoemd bij haar man Lodewijk. Na 16 jaar huwelijk overleed hij aan kanker. Hij heeft lang in het ziekenhuis moeten liggen en toen ontstond het idee om live muziek voor zieken en ouderen te verzorgen. En toen zei hij altijd in het ziekenhuis, toen hij daar lag, van hier is niks te doen. Er is geen boek om te lezen en wat er te lezen is, dat zat meestal in wat je eigenlijk niet moet doen om beter te worden. Of wel moet doen, beter worden, laat ik het zo zeggen. En toen is hij overleden, toen hebben de kinderen gezegd, wij gaan daar iets aan doen om een beetje plezier te brengen bij zieken en bejaarden. Ja, mijn vader hield heel erg van muziek, hè? Altijd. Hij was wel een beetje zo'n Emma Chaplin-typetje, maar dat vond hij wel mooi, ja. En toen zijn de kinderen, die zijn dan de stichting opgericht en die hebben contact gezocht met de CODART om te vragen hoe dat... En CODART is het Rotterdamse Conservatorium? Is het Rotterdamse Conservatorium, ja. Dan komen over heel de wereld vandaan komen studenten naar het conservatorium te studeren, omdat dit de springplank ook voor Europa voor hun is. Ja. En hoe kwam u in contact met die studenten? Ja, door een vriend van mijn zoon. Die studeerde daar, op dat conservatorium. Dus Peter Paul, die heeft u, die vriend aangesproken en toen is het balletje een beetje gaan rollen. Ja, want via die vriend zijn we weer bij andere vrienden terechtgekomen. Ja. En zo is het eigenlijk een beetje, en nu is het wel vrij, best wel een begrip binnen CODART van, speel je voor Stichting Lodewijk of niet? Ja, ja. Dus dat is wel heel leuk. En het is jammer dat die vriend niet meer voor ons speelt, want die is naar de Royal College gegaan. Dat is het allerbeste conservatorium ter wereld. Ja, dus okay. Dat is wel vet. Dat we hem dan ook voor die oude mensen hebben kunnen zien spelen. Ja. Ja, dat is echt heel leuk. De stichting is dus al aardig onderweg. Stel dat zij de prijs winnen, wat willen ze nog meer bereiken? Met het geld wat we zouden kunnen krijgen van de RT Aardig Onderweg Award, dat we 100 concerten kunnen geven. Dat we uit kunnen breiden met 100 concerten. Ja. Dat is ook echt het doel, om uit te breiden met 100 concerten. Ja. We doen er nu 66, dus dan zouden we er volgend jaar 166 kunnen doen. Ja. Nou ja, dan heb je 2000 mensen die nog blij zijn gemiddeld als je 20 personen per concert hebt.
zag net iemand die liet een paar traantjes gaan. Wat denk je, hoe belangrijk is het voor die oudere mensen dat dit gedaan wordt? Ik denk heel belangrijk. En waarom? Omdat de muzikanten komen speciaal voor hun. En iedereen heeft in zijn leven iets met muziek. Of het nou pop is, of jazz is, of klassiek. En dat wordt speciaal voor hun gespeeld. Door jonge mensen. En ik denk dat dat zo fantastisch is. Dat we elkaar gewoon helpen. En als je muziek hoort, ontroert je toch? Ja. Ook deze muziek, wat je nu hoort, is toch fantastisch? Ja. En Peter Paul, hoe is het voor jou om hier aan mee te doen? Maar ik vind het wel leuk. Ondanks hoe jong je ook bent, je probeert toch in je drukke schema, we zijn allemaal jong en die studenten ook, toch wel iets te doen. Ja. Voor de maatschappij, ja, klinkt een beetje blasé, maar je probeert toch dat te doen wat het leven een beetje leuker maakt van die mensen. Ja. Er worden ook steeds meer verhalen, mensen die eenzaam worden. En is dit voor hun gewoon een uitje. Ja. En dan is het wel echt heel leuk om dat te doen. Lieve Winnie. Oh god. Wij willen jou even bedanken voor al je inzet en alle mooie concerten die je voor ons organiseert. We zijn er heel erg blij mee. Want de mensen kunnen niet meer allemaal naar de Doelen en naar het theater. En jij zorgt dan toch maar weer dat het elke keer voor elkaar komt. En wij zijn daar heel erg dankbaar voor. Dank je wel, graag. Voor al je inzet. Maar het is niet alleen voor mij, hè. Van mijn vrienden. Nee, dat vergeet ik ook niet. Dat dacht ik al, hè? Dat je dat ging zeggen. Ja. Maar er moet ergens een motor zijn en degene die de kar trekt. Okay. En dat is altijd. Nou, is dat mooi of niet? Ontroerend. Toch? Ja, mag even interroperen, noemen ze dat netjes, hè? Ja. Ik vind wel dat er iets met die piano moet gebeuren. Ja, maar ik ben wel een muziekliefhebber, maar jongen. Dat blijft natuurlijk. Ja, maar als ze dan die 10.000... daar moeten ze toch zo'n stemmer voor huren. Oh, stemmer? Ik dacht nieuwe piano. Brugwachtershuisjes. Ja. Dat is dat al? Mijn project. Brugwachtershuisjes. Deze huisjes voldoen niet meer aan de nieuwe technische eisen. Goedemorgen! De meeste huisjes staan daarom leeg. Dankzij Lottie krijgen nu al 4 lege huisjes een nieuwe bestemming. Stichting Brugwachtershuisjes is een klein jaartje geleden gestart. Bij mij om de hoek in Delfshaven. En dat is ooit jouw initiatief? Ja, dat is mijn initiatief. Omdat ik steeds langs het lege huisje bij de Lage Erfbrug kwam. Ik ken het. En ik geef sowieso een creatieve invulling aan lege panden en plekken. Dus ik dacht, er moet iets met dat huisje. En toen ben ik gaan kijken van wie is de eigenaar en wat kan er. En dat heeft ongeveer 3 jaar geduurd om te lobbyen tot ik de sleutel had. En toen is het een expositieruimte geworden. Kom verder. Oh. Dit is een van de 4 supermooie huisjes. Het zijn rijksmonumenten. Ja. En we willen Rotterdammers eigenlijk stimuleren om een nieuwe functie aan brugwachtershuisjes te geven. Als er zover zou komen en je gaat de prijs winnen, wat denk je met die centjes te gaan doen? Want dat is ook heel belangrijk. Nou, voor nu is het heel belangrijk dat we die huisjes die we nu beschikbaar krijgen, dat we die kunnen gaan inrichten. Dus dan gaat het om verlichting bijvoorbeeld aanbrengen. Een verzekering heb je nodig. Maar ook de promotie van onze hele stichting en de invulling van de huisjes. Ja, we hebben nu weer een leuke... bijzondere plek erbij in Delfshaven. Hier dichtbij historisch Delfshaven, wat natuurlijk ook wel heel bijzonder is. Ja, ik vind niet alleen dat Lottie aardig onderweg is, ik vind dat ze heel goed onderweg is. Want zij heeft volgehouden, had een idee, is er achteraan gegaan en heeft het gerealiseerd. En wij hebben een mooi gebouwtje erbij. Ja, ik vind het geweldig. Het ging met name om amateurkunstenaars uit de wijk Delfshaven. Nou, dat is hier vlakbij, geweldig. Als ik hier langs loop, dan vind ik het altijd verrassend wie er exposeert. En het is ook heel mooi om te zien hoe trots mensen zijn om hun werk te laten zien. Want het zijn niet alleen maar professionele kunstenaars, maar ook amateurs.
heeft u ook in dit huisje, het Lage Erfburghuisje, gewerkt? Jazeker. En dat Lage Erfburghuisje, daar was de bediening niet van binnen van het huis, nee, buiten. Maar aan de buitenkant. Buitenland, ja. En dan noemden wij dat als burgerwachters hier zo de brug der zuchten. Want hij ging zo dikwijls open. Nog? En nog, ja, natuurlijk. Stond je ook met zo'n hengel? Ja, hengelen. En wat had je eraan dan? Een blikje of een klomp? Nee, dat was een ijzeren dingetje. En dan moest je dan een bonnetje in van 27,5 cent. Ik weet het bedrag niet meer precies. En dan moest je dat. En die schippers wisten dat. En dan was het dan 27,5 cent. Dus dan kreeg je 30 of 35 cent. Dan had je een klein tipje. Het zijn heel mooie huisjes. Echt prachtige architectuur. Echt geweldig. Ja, en goed dat ze daar op verschillende manieren... Ontzettend apart, eigenlijk een apart gebeuren, want het is altijd zo door dan verpauperen die dingen. Ja. Dat is natuurlijk eeuwig zonde, want het heeft een lange historie. Hé, hey, Sjoerd, waar ben jij naartoe geweest? Naar de bakkerij. De bakkerij? Jazeker. De Bergweg. En wat voor brood? Heerlijk brood. We maken er ook waanzinnige cookies. Kijk maar. It's showtime. Ben jij Maarten? Dag Sjoerd. Je bent Hallo. Maarten. Ja, de Maarten Bakker. Bakker. Yes. Vandaar de bakkerij. Ja, vandaar de bakkerij, ja. Het is dus galerie en theater. Ja. Vertel. Ja, we hebben een galerie van de foyer gemaakt. En we proberen jonge kunstenaars die al een tijdje bezig zijn de mogelijkheid te geven om hun werk te laten zien. En leuk om te vertellen is misschien dat we eigenlijk altijd de connectie zoeken met taal. Binnen alles in de stichting zoeken we de connectie met taal. Mijn achtergrond is theater en ik schrijf heel veel en taal is waar ik altijd mee bezig ben. En ik heb heel veel in het onderwijs gezeten en ik merk gewoon dat de taal achteruit gaat. Ja. De andere helft, de andere 5000 euro, willen we gaan gebruiken om een groot project hier met buurtbewoners te doen. Door de buurt heen en met hen een grote theatervoorstelling maken. Jij hebt zelf ook een theaterachtergrond, hè? Ja. Vertel. Ik ben in 2004 van de Toneelacademie in Maastricht afgestudeerd. En daarna heb ik bij diverse gezelschappen hier in Rotterdam en omstreken gewerkt. Ik heb educatieprojecten gedaan, jeugdtheatervoorstellingen. Gewone voorstellingen. En in een tijd waarin heel veel bezuinigd wordt en het moeilijk is voor de culturele sector, zijn twee hele grote opdrachtgevers van mij helaas omgevallen. Een jeugdtheaterschool in Schiedam en hier in Rotterdam theatergroep Bonheur. En toen dacht ik, ik moet echt mijn eigen ding gaan doen. Goed, ja. Je kent Maarten al veel langer. Ja, klopt. Waarom is Maarten zo belangrijk voor jou? Of is die überhaupt belangrijk voor jou? Ja zeker. Ik heb Maarten een aantal jaar geleden leren kennen. En door hem ben ik auditie gaan doen op toneelscholen. Dat is voor mij natuurlijk al heel bijzonder, want anders had ik dat misschien niet gedaan. Dan weet ik niet waar ik nu had gezeten. Maarten heeft inmiddels nieuw talent gevonden. Vanmiddag wil hij met de voorstelling Koningen en Koning een kleine try-out opvoeren voor een paar kinderen die na afloop hun mening kunnen geven. Welkom in Studio De Bakkerij. Wat leuk dat jullie er zijn. Nou, we gaan straks een stukje kijken van onze nieuwe voorstelling die we aan het maken zijn. En dan zijn we heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Limonade, 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 limonade. Komen jullie mee naar binnen? En ik zing een aria. Ik trouw graag met hem. Oh. En ik zal zeggen dat ik moe
Wat vonden jullie hier dan leuk aan? Want dat vind ik altijd wel bijzonder om te horen wat het publiek nou leuk vindt en niet leuk vindt. Wat was dan hier leuk aan? Kan jij dat zeggen? Die stemmen die vond ik wel heel geinig. Jij vond de stemmen heel geinig, ja? Dat is heel erg, dat ze heel hoog... Dat ze heel hoog gingen zingen. Maar Aria die heeft heel veel haar en de koning niet. De koningin niet, nee, die heeft wat minder haar, hè? En als jullie hem nou nog een keer willen zien, we gaan deze voorstelling nog een keer rondom Koninginnedag. Gaan we hem hier in de bakkerij gratis voor de buurt spelen, dus dan mogen jullie allemaal komen kijken. Willen jullie wat drinken? Ja, net. Jullie hebben al besteld bij de koningin. Dat was een groep van een BSO, van buitenschoolse opvang, met alleen maar Marokkaanse gesluierde vrouwen met hun kinderen. Die voor het eerst in het theater kwamen. Met z'n 50 hier die zaal in. Nou, het was waanzinnig. En die kinderen vonden het helemaal leuk. En die moeders wilden allemaal op de nieuwsbrief. En dan ben ik even gelukkig. Daar doe je het voor? Ja, daar doe ik het echt voor. Ja, dan begin ik mijn doel te bereiken om die leeftijd daarmee in aanraking te brengen. Ja, dat is mijn droom en dat begint een beetje werkelijkheid te worden. Dus dat vind ik waanzinnig. Geweldig, dankjewel. Hey, heel veel succes. Ja, dankjewel. Breng nu je stem uit en maak kans op kaarten voor de awardshow. Zo, hè? Ja, hey. Het is wel geweldig dat die kinderen met theater in huis gaan. Ja. Ik las iets over een bakkerij. Daar zat er nooit een bakkerij. Nee, daar zat een chocoladefabriek. Oh, daar weet ik het. Op de Bergweg. Ja, op de Bergweg, ja. Maar het is gewoon niet op. Goed, we zijn er door de kunst heen. Jij gaat in een brugwachtershuisje wonen. Dus vandaag. Jij bent bij een stichting geweest. Met klassieke muziek. Met klassieke muziek. En ik was dus bij de bakkerij. Het lijkt mij duidelijk. Dames en heren, tot volgende week.